Steven de Petter, 0-2 tegen Test Sport. Deze oefenwedstrijd ging iets moeilijker dan de twee voorgaande, lijkt me. Ja, ik denk dat dat ook te verwachten was. Dat niveau vandaag toch al wat hoger ging zijn. En dat mag ook stilaan, denk ik, in deze voorbereiding. Dus ik denk dat we terug onze conclusies kunnen trekken uit deze wedstrijd en daarop verder kunnen werken. Ja, ook positief nieuws voor jou vandaag. Je verlengde vandaag je contract. Hoe voel je je daarbij? Heel tevreden. Ik moet zeggen, van in het begin voel ik me thuis bij deze club. En ik ben blij dat ik nog minstens 2 jaar speler hier kan zijn. En ja, ik denk, als je je goed voelt, is het gras niet altijd groener aan de overkant. Dus ik ben echt tevreden dat ik hier kan blijven. Ja, zaterdag vertrekken jullie op oefenstage naar Nederland. Een pittige week ook, denk ik. Ik denk het wel, maar daarom dient ook een stage, een voorbereiding. Kan je echt goed werken, van 's morgens vroeg eigenlijk tot 's avonds laat. Moet je aan niets anders denken dan voetbal. Kan je rusten, kan je echt volledig voor leven en alles ten grond ook bekijken met de trainerstaf. Dus we gaan een goede trainingsweek tegemoet. Ja, in die week gaan we ook een oefenpot spelen tegen Ross County. Misschien de eerste echte grote waardemeter voor dit STVV. Ja, ik denk dat niveau stilletjes aan de lucht zal ingaan van de oefenwedstrijden. En dan is het aan ons om altijd te proberen dat niveau terug iets hoger te leggen. En toch om een zekere progressie te zien in onze voorbereiding.